Luister dan, als jij nu niet met mapampang dit en dit en dit gaat doen. Helle, nee, en die andere la. Kom ik straks naar huis en breek ik je mars. Heb je me? You never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight, cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's train. Born sinner, the opposite. Voordat ik zelf moeder was, was ik zo arrogant. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik, wat dacht ik? Ik wil eigenlijk teruggaan in de tijd en mezelf een soort van punch in de face geven. Omdat ik denk van, chick, wat dacht jij? Ik was die chick die gewoon naar andermans kinderen keek en dacht, als dat mijn kind was, had ik mijn kind afgemaakt. Dit kan echt niet. Dit is gewoon opvoeding. Mijn kind zou discipline hebben. Mijn kind zou dit. Mijn kind zou niet verwend worden. Nou, ik wil er even op terugkomen. Want mijn dochter is nu anderhalf. En deze chick test mij zo erg soms. Ze is lief. Ze is echt lief. Maar ze heeft nu de leeftijd dat ze mij gewoon echt aan het uitdagen is. Dat ik tegen haar zeg dat dat niet mag. En dat ze dan toch expres even met het handje het toch gaat doen. Of dat ik zeg dat ze dat niet moet doen, omdat ze dan gaat vallen. En dat ze het dan toch doet en dan valt. Maar hoe vaak kan ik jou waarschuwen? Soms denk ik, nou ja, dan moet je het maar voelen. Toch? Als je niet wil luisteren. Dat even die grenzen opzoeken. Dat is wat ze dus doet. Weet je wat het is? Ik wilde niet geloven, hè, dat ze mij gewoon aan het manipuleren was. Of dat ze mij aan het uitdagen is. Omdat ik dacht, ja, ze is nog klein. Nee. Kinderen zijn slimmer dan wij denken. Als mijn ouders tegen mij zeiden van, sorry hoor, maar dit deed jij niet. Dan dacht ik van, ja, dat zal wel. Mensen zeggen altijd, ja, dat deed je niet. En alles romantiseren. Maar ik ging even terugdenken in de tijd. En nee, ik durfde geen shit. Vader is Surinaam. Ik denk niet dat ik het hoef uit te leggen dat mijn vader bijvoorbeeld alleen maar deze aan mij gaf. Of deze. Was genoeg om gewoon te denken van oké, ik ga me nu gewoon gedragen. Moeder, die hoefde alleen maar naar mij te kijken en zei, wacht maar als we straks thuis zijn. En dan dacht ik, oh shit. Ik weet nog dat mijn vriendin, die had een Surinaamse moeder. En haar moeder die werkte op kantoor. Als mijn vriendin dan belde dat ze weer iets had geflikt of zo. Dan sprak die moeder zelf van, luister dan, als jij nu niet met mapampang dit en dit en dit gaat doen. Helle, nee, en die andere la. Kom ik straks naar huis en breek ik je mars. Heb je me gehoord? In het openbaar schaam ik me altijd een beetje. Dat ik denk van ja, ik wil geen bombarie maken. Of ik wil ook niet die soort getokkiemoer zijn. Die dan de kind een soort van openlijk loopt te schreeuwen op straat. Of wat dan ook. Dus ik probeer ook deze. Die ik heb gehad vroeger. Maar soms werkt het niet echt. Of kijkt mijn dochter zeg maar gewoon de andere kant op. Soms pak ik haar bij de arm en dan zeg ik. Als jij nu niet normaal doet. Het moet allemaal een beetje stiekem. Ja, ik vraag me af of dat vroeger ook stiekem was. Want voor mijn gevoel pakten die ogen van mijn ouders mij altijd. Ik was altijd onder de indruk. Er hing zo'n blaadje vroeger in de school. En dan stond er, de kindertelefoon. En als ik bijvoorbeeld een tik van mijn moeder had gehad, dan kwam het heel even zo in me op dat ik dacht van, ja, er zijn kinderen die naar de kindertelefoon bellen. Omdat de moeder een ticket gegeven. Ik belde niet hoor. Ik dacht alleen maar aan, stel je voor dat ik dat nummer draai. Ik kende het nummer uit mijn hoofd omdat ik iedere keer dat blaadje zag staan. Maar denk maar niet dat ik bij mezelf dacht, ik ga de kindertelefoon bellen. Ja. Mijn kind is wel minder onder de indruk van mij. Dat heb ik al gezien. Zij doet af en toe alsof ik zeg maar een van de crashvriendinnetjes ben. Het is hetzelfde als dat we waren op vakantie. Mijn dochter is natuurlijk niet gewend om all the time, de hele tijd alleen maar met je ouders te zijn, met je ouders te vreten, met je ouders te slapen, weet je wel. Je vader en moeder zijn er altijd om alles met jou te doen. En op een gegeven moment zit ik met haar in het restaurant te ontbijten en ik vraag aan haar, wil je dit? En deze chick begint te kruisen. Son, alles kwam voorbij. Alle emoties. Ik werd boos. Ik heb er apart genomen. Ik wist het gewoon niet meer. Ik ging lief. Ik ging er alles aanbieden. Omdat ik me gewoon dood schaamde. Krijsen. Ik wil jou vertellen dat heel dat hotel naar mij heeft gekeken. Alsof ik mijn kind niet onder controle had. En ik ben zo kwaad op haar geworden dat ik daarna zelf zat te janken.
Ik snap het niet. Want ik doe alles. Je krijgt alles. Ik heb het ook tegen haar gezegd. Van, en waarom doe je dit? Je krijgt alles. Je mag alles. Hoe meer je ze verwendt, hoe ondankbaarder en vervelender ze gewoon worden. Moet ik gewoon strenger zijn? Moet ik gewoon niet die gezellige, toegankelijke, leuke moeder zijn? Moet ik gewoon, waar andere mensen bij zijn, haar gewoon een barie geven? Weet je wel? Misschien moet ik haar ook gewoon voor schut zetten. Want ik weet nog dat vroeger je moeder waarschijnlijk gewoon scheid had. En dat je gewoon openlijk een barie kreeg op de straat. En dat iedereen naar je zat te kijken van wauw. Dat je gewoon bang was voor schande. Misschien is dat de oplossing. Dat zij gewoon bang moet zijn voor schande. Dat ze denkt, ja, als ik dit doe, dan gaat mijn moeder mij zo schreeuwen. Maar ze is anderhalf. Dus ik heb het idee dat zij zich nog niet echt schaamt. Dus ik wil mijn excuses aanbieden voor ja, elk moment dat ik heb gedacht of neer heb gekeken op mensen. En dat ik dacht dat hun kinderen misschien niet opgroeien. Kijk, ze zitten ertussen. Want Jan Joop, die zijn moeder in de gezicht slaat. Ik hoorde laatst een verhaal over een moeder die gewoon elke dag een pakje krijgt van haar kind. Ja, nee, luister. Dat gaat echt niet gebeuren. Ik zie al dat mijn dochter mij elke dag een pakje geeft. Ik geef jou te vreten. Ik verzorg jou. Wat denk je zelf? Ik denk het niet. Je gaat niet op mijn fucking hoofd zitten. Want soms gewoon ver gaan. Mijn vriendin, haar dochter, die luisterde niet. En die was het op een gegeven moment zo zat. Dat zij gewoon met haar naar een kerk is gegaan. En tegen haar heeft gezegd dat ze het klooster in gaat. En dat ze nog één kans kreeg. En dat... Toen heeft ze een kaarsje gebrand en hebben ze samen gesproken en beloftes gedaan over dat ze zich ging gedragen omdat ze anders naar de nonnen kwam. Nou, ze heeft zo hard gehuild en ze was zo dankbaar dat ze gewoon zich alleen maar voorbeeldig heeft gedragen. Ze heeft er een geweldig kind voor teruggekregen. Hey, ik ben voor deze dingen, weet je, want met dit werkt niet voor mij. Misschien heb ik niet genoeg Surinaamse vibe of zo. Ik wil oprecht mijn excuses aanbieden aan alle mensen. Ook die het niet weten. Waar ik ook alleen maar heb gedacht of gezegd dat mijn kind dat niet zou doen. Het spijt me.